Erik Mulder, directeur Dierenopvangcentrum Amsterdam. Welkom in deze boot. Dankjewel. Erik, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Bussum. En wat deden je ouders? Mijn moeder was huisvrouw en mijn vader was directeur bij een automobielconcern. En ben je ook in Bussum opgegroeid? Nee, daar denk ik dat ik maar ongeveer 4,5, 5 jaar heb gewoond. En toen ben ik heel veel verhuisd met mijn ouders door Nederland, ook in het buitenland. Dus ik ben een keer of 19 in het leven verhuisd. En hoe kwam dat? Mijn vader kreeg of een andere baan of een overplaatsing. En dan ga je met z'n allen weer op pad. Dan verhuis je weer van zuid naar noord of van oost naar west. En het buitenland zijn, hè? Ja, net over de grens. We hebben in België gewoond. Dat is het buitenland. Ja, dat is het. Het was zeker nog veel meer buitenland dan het nu was. Dus je hebt een geschiedenis met een heleboel verschillende plaatsen, een heleboel verschillende scholen. Een versnipperde jeugd, zullen we maar zeggen. Ja, wat voor- en nadelen heeft, moet ik zeggen. Ja, noem eens wat voordelen. Voordelen is dat ik althans flexibel ben. Als ik moet verhuizen, dan draai ik mijn hand niet meer om. Doe je dat zelf nog steeds hebben? Minder. Ik ben wel verhuisd in mijn leven hoor, daarna. Ja. Maar het is niet een hobby. Het is niet echt leuk, moet ik zeggen. Zeker als je wat ouder wordt, denk je van nou, hoeft het allemaal zo niet meer. Ja, dat ken ik maar zo. Ja, en nadeel is school. Want je hebt steeds, zit je op een bepaalde school. En de boeken zijn anders, de leraren zijn anders, de lesstof is anders. De klasgenootjes anders, de vrienden is anders. Ja, vooral jongens, hè, want voordat die in een groep worden opgenomen, is lastiger dan meisjes over het algemeen. Dat is de ervaring die ik heb gehad. Je moet je steeds weer bewijzen, je profileren, ze testen je uit. Maar vooral met lesstof is het heel erg lastig. Als je nieuwe boeken, en vooral als je halverwege een schooljaar ergens binnenkomt stappen, en de boeken zijn anders, en de Franse woordjes begrijp je niet, omdat je die woordjes nooit hebt gehad, je krijgt huiswerk mee, maar je kunt die maken. Dat is lastig. Ja. Ja, doe me gelijk denken, toen je zei, je moet geaccepteerd worden in medeleren, tegelijk aan een roedel honden bij jou moeten krijgen, waar je ook altijd je plaats moet weten te vinden. Niet zo eigenlijk, ja. De rangorde. De rangorde. Ja, dat is bij mensen ook zo, heb ik gemerkt. En dat is bij dieren precies zo. Ja. Ik weet niet of ze hem zien, maar we hebben hier een hond in de boot. Hoe heet je eigenlijk? Pedro. Pedro, dat is een? Een Groenendaler, dat is een Belgisch herder. Ja, inderdaad. Als je nou eens even zo... Ja. Kan je even getoond worden ook? Zolang hij maar niet uit de boot valt. Ja. De Groenendaalse herder, dat is hem. Nou, die blijft hier heel braaf zitten. Ja. Maar goed, even terug. Je hebt allerlei scholen gezet, een versnipperde jeugd. Ben je ook gaan studeren op een gegeven moment? Ik ben de opleiding tot verkeersvlieger gaan volgen in het buitenland. En om medische redenen moest ik daarmee ophouden. Ik kreeg last van een allergie. En dan kun je stoppen. Verschillende luchtdruk kon ik niet tegen. En dat is als vlieger erg vervelend. Neus, bijholte, kaak. Het werd allemaal heel erg pijnlijk, heel erg vervelend. Ik ken het wel als de luchtdruk te laag in een vliegtuig. Eigenlijk los van je oren en zo. Dat gebeurt ook met mensen. De buis van Eustachius, om het mooie woord maar eens te noemen. Ja. Dus daar ben ik later mee opgehouden, ben in het bedrijfsleven terechtgekomen. Via het bedrijfsleven ben ik uiteindelijk bij het dierenasiel terechtgekomen. Ja. Maar wat deed je in het bedrijfsleven? In de dierenvoedingindustrie of zo? Of? Helemaal niet. Mijn achtergrond is ook in diermanagement, met wat men vaak denkt. Ik ben als verkoper ooit een keer begonnen. En toen langzaam ben ik gaan opklimmen naar de functie die ik eigenlijk nu heb. Dus ik ben eigenlijk alle trappen gaan doorlopen. Maar wat de functie nu, directeur van het dierenopvangcentrum Amsterdam. Ja. Wat deed je dan hiervoor? Ik heb nog gewerkt in de horecameubelenbranche. Dat was een bedrijf die produceerde in China. Die had ook een eigen fabriek in China, horecameubelen. Dus stoelen en tafels die buiten hebben staan. En dat werd vermarkt over de hele wereld. En ik ben daar exportmanager geweest vroeger. En mijn taak was daar nieuwe gebieden op de kaart gaan zetten. Daar waar wij geen zaken deden, daar ging ik juist heen om te kijken of wij wholesalers, resellers of wie dan ook konden vinden om dat product voor ons in dat land te gaan verkopen. Maar hoe kom je dan van daaruit opeens als directeur bij het asiel terecht? Het was gewoon een vacature? Ja, het was eigenlijk toeval. Ik woonde vroeger in Hoofddorp en ik kreeg jarenlang een krant in de bus. Een kaartje van het Parool. Wil je 3 weken gratis de krant hebben? En ik heb het dingetje altijd weggegooid. Maar na een paar jaar dacht ik, laat ik hem toch nog een keer gaan opsturen. En dat heb ik toen ook gedaan. En ik kreeg niet 3 weken de krant, maar 4 weken de krant. Ik heb nooit tijd gehad om de krant zelfs maar te lezen. Behalve het laatste exemplaar dat ik kreeg, ben ik toch maar eens erin gaan bladeren. En zag opeens een stichting, zo'n directeur. Ja, god, wat leuk, dieren, met een menswerkje. Dus ik ben het eens aandachtig gaan lezen, ben een brief gaan sturen en ben aangenomen uiteindelijk. Ja, maar had je iets met dieren? Ik heb wel honden gehad, vroeger katten gehad. Dus die klik en die link, die lag er wel. Het is niet zo dat ik een boerderij thuis heb met allemaal dieren. Nee, dat is niet. Die hond die we net hebben laten zien, die onder de camera ligt, de Mechelse herder. Nee, een Groenendaler. Groenendaler. Een Belgische herder. Een herder in ieder geval, Pedro. Ja. Dat is Hij reageert gelijk. Ja, hey Pedro. Zij heet niet. Dat is jouw privéhond, hè? Dat is mijn eigen hond, die uit het asiel komt. Ja, hij komt wel uit het asiel. Ja, de eerste, toen ik ging kijken op de website van het dierenasiel, toen ik ging
solliciteren zag ik daar een leuke zwarte hond gelijk als eerste zitten. Pedro. Toen ging ik een keer incognito naar het asiel toen ik de oproep had gekregen van nou, je komt een keer voor een onderhoud. Toen ben ik eerst eens gewoon in mijn casual gaan kijken daar in het asiel en ik dacht, ik heb belangstelling voor een hond. De eerste kennel waar ik binnenkwam, diezelfde zwarte hond. En toen ik begon te werken, en toen ging ik ook eens een keer de kennels in en de eerste hond die ik tegenkwam was die zwarte hond. En na een week kwam hij eens een keer met zijn vaste uitlater de kennelstraat uit. Toen zag hij zijn vaste uitlater links staan op, denk ik, 3-4 meter afstand en ik stond op 20 meter afstand. Hij keek naar links en zijn uitlater naar mij, naar links en hij rende naar mij toe. Nou, toen heb ik maar gelijk gehouden. Dus, ja. Zo zijn we honden hebben een vaste uitlater bij jullie? Geen vaste, maar bepaalde honden of bepaalde uitlaters gaan wel met bepaalde dieren lopen. De ene hond is wat makkelijker dan de andere hond. Dus als je meer ervaring hebt, kun je met moeilijkere honden lopen. Ben je een beginnend uitlater bij ons, dan krijg je de makkelijke dieren mee. En hij is ontzettend sterk, deze hond. Dus je moet hem niet aan een beginneling meegeven. Je moet een sterke, stevige man of vrouw hebben ervoor. Ja. Heb je nog meer dieren thuis? Nee, dat is het enige. Dat is genoeg hoor, voor mij. Ja, maar je vertelde net in een voorgesprekje dat bij het asiel is ook een arbeidsvoorwaarde dat iedereen mag 2 honden mee naar zijn werk nemen. Iedereen die in loondienst is bij ons, die mag maximaal 2 honden mee naar het werk nemen. Ja, dat is een secundaire voorwaarde bij ons. Ja. Wat erg leuk is voor het personeel, want je ziet heel veel mensen 's ochtends binnenkomen met 1 of 2 honden. En die gaan de personeelskennel in. We hebben een nachtkennel, daar komen dieren 's nachts nog wel eens binnen. Dus overdag leeg en daar gaan de personeelsdieren in. En als je een kantoorbaan hebt, zoals ik, die honden mogen op kantoor. En mensen die bij de receptie werken, die mogen bij de receptiebalie erachter neerleggen. Het mag allemaal bij ons, mits er geen overlast veroorzaakt. Zolang er overlast ontstaat, dan moet of de eigenaar zorgen dat de hond tot orde wordt geroepen of gebracht. En anders dan mag het niet. Anders mag je hem gewoon niet meer meenemen? Nee, mag je niet meenemen. Hoeveel medewerkers hebben jullie eigenlijk? We hebben 40 man in loondienst en 110 vrijwilligers. 40 man in loondienst, dat is een behoorlijk bedrag aan omzet wat jullie dan moeten hebben. Ja, de inkomsten die je moet hebben jaarlijks, dat is gigantisch voor een asiel als de onze. 40 man in loondienst, we zijn het grootste asiel van Nederland. De meeste asielen hebben misschien 3-4 man in dienst, dat doen ze wel erg wild. En dan kom ik aan met 40, ja, dan zijn de mensen kijken 40. Waar komt dat geld vandaan? Dat komt binnen via erfenissen, legaten, donaties. We hebben ook een pension erbij voor honden en katten. Dat is heel erg belangrijk voor ons, die tak. Wij plaatsen dieren, het verkopen van dieren. Maar als je een hond bij jullie haalt, moet je er wel voor betalen? Moet je betalen. Het is zeker niet gratis, het is niet vrijblijvend. Iemand die een hond of een kat koopt, die koopt vaak een riempje erbij of een transportbandje voor een kat, een zakje voer erbij, een kluifje voor een hond, een balletje. Nou ja, dat zijn geen gigantische marges voor ons, maar het draagt wel bij tot. We hebben nog 2 dierentaxis rondrijden. We hebben een trimsalon, een aquatrainer. Dus we hebben een heel pakket, eigenlijk een full service pakket wat je kunt bieden naar de klanten toe. Kijk, het klinkt toch gewoon niet meer als een asielzielige dieropvang, het klinkt meer als een onderneming eigenlijk gelijk. Ja, ik run het ook zo. Ik zeg altijd, het is een bedrijf en ik run het bedrijf met alle emotie die wij voor dieren hebben. Als je dat niet doet bij een organisatie die wij hebben, dan zul je het niet redden in deze tijd. Dan ga je failliet. Wij zijn te groot om als geitenwolle sokkenclub door het leven te gaan, als ik het zo mag uitdrukken. Je moet het professioneel runnen met een goed team, met leidinggevenden, dus afdelingshoofden. Zo gaat een bedrijf ook, zo gaat het bij ons precies zo. Alleen onze bron van inkomsten is heel anders. Ja, maar je moet gewoon taken en mensen afrekenen op prestaties eigenlijk. Ja, het is precies zo. Het gaat alleen, wij werken dan met dieren. Maar ik denk dat een veehouder dat ook doet als die afdelingshoofd of managers heeft. En hoe dat daar gaat, dat weet ik niet. Maar het gaat eigenlijk precies zo bij ons. Ja.